aanvliegroute van vliegveld Lelystad blijft de gemoederen in het Vechtdalm bezighouden. Een van de verenigingen die er veel mee te maken krijgt is de zweefvliegtuigvereniging Aeroclub Salland. We zijn dus op bezoek gegaan en hebben gesproken met Hadriaan van Es, instructeur van de vereniging. Wat gebeurt hier allemaal op het vliegveld? Wij geven hier lessen, cursussen. Wij leren hier mensen vliegen, dus kennis maken met de luchtvaart op een laagdrempelige manier, op een goedkope manier. En daarna kun je hier doorgroeien en dan echt de luchtsport blijven beoefenen. Dus lang vliegen en ver vliegen en snel vliegen. Maar het is ook een opstap naar de beroepsluchtvaart. Dus hier hebben we ook heel veel leerlingen die doorgroeien en uiteindelijk een baan in de luchtvaart krijgen. En gaat dat nu minder worden, denkt u? Voor Aeroclub Salland verwacht ik dat dat niet zoveel minder gaat worden. We hebben meer clubs in Nederland en onder andere in Binninghuizen hebben we een club en bij Krachenburg de zweefvliegclub Noordoostpolder. En die krijgen te maken met dusdanige ernstige beperkingen dat zij hun vliegactiviteiten of moeten stoppen, verhuizen, of dusdanig dat ze inderdaad alleen maar het rondje rond de kerk kunnen vliegen. Die aanvliegroute van het vliegveld Lelystad is niet alleen voor de Aeroclub Salland een negatieve invloed, maar eigenlijk voor heel Salland. Als ik nu hoor dat het zelfs 1500 meter wordt, wat voor effect heeft dat op de mensen die hier recreëren? Het betekent meer overlast, meer geluidsoverlast. In eerste instantie de eerste kaart wees zelfs op de mogelijkheid op een nog lagere hoogte. Daar heeft men wel een stokje voor gestoken in verband met de beperkingen in ons luchtruim, in ons huidige luchtruim. En de indeling van het luchtruim dateert bijvoorbeeld uit 1950. Nou, je kunt je voorstellen dat met de huidige luchtvaart en de aantallen dat dat niet past. En dat moet allemaal begeleid worden. Dus men heeft dat ook voor Lelystad, heeft men dat beperkt in een aantal. Maar gaat dat in de toekomst groeien of gaat de commercie meer druk uitoefenen, dan is de kans groot dat dat ook meer overlast gaat leveren. En nu spreekt men over ongeveer 17 vliegtuigen die per dag over kunnen vliegen. En die zullen lager zitten dan dat onder andere de staatssecretaris beloofd heeft. Dat was 1800 meter en ik hoor nu 1500 meter. Er moet nu uitgegaan worden van 1500 meter, omdat het uitvliegend vliegverkeer, dus het vertrekkend vliegverkeer van Lelystad, wat richting de Veluwe gaat, dat moet op 1800 meter boven het oude land zitten. Dat is zo afgesproken aan de Alderstafel. En dat betekent dat de verkeersleider eigenlijk maar één mogelijkheid heeft in zijn optiek. En dat is dat hij het vliegverkeer op 1500 meter hier binnen moet begeleiden. Daar moet een hoogteseparatie, dus een veiligheidshoogte tussen zitten. Is er nog kans op dat het gaat veranderen en dat we toch zonder vliegtuigen boven ons hoofd hier kunnen recreëren? Dat durf ik niet te zeggen. Dat is een politiek. Het is überhaupt een politiek besluit geweest, Lelystad. En dat ligt ook bij de politiek. De luchtverkeersleiding is een uitvoerder. Wij maken ook gebruik van de luchtvaart of van het luchtruim als zijn een sportluchtvarende. Hoe de politiek Nederland daarmee omgaat, dat is de grote vraag. Die discussie vindt nu allemaal nog plaats in de Tweede Kamer. Er komen vanuit de organisatie in Nederland van de luchtsporten, zijn wij nog betrokken bij consultatiesronden. En daarin leveren ze zo goed en kwaad als dat gaat onze input, dus onze informatie. En in die, of op dat hoofdstuk kan ik melden dat wij een onafhankelijk rapport zelf hebben opgesteld. En dat ligt nu ter beoordeling bij een Engels bureau. En het is aan de politiek in hoeverre zij met de uitslag van dat bureau wat gaan doen. Dus vanaf alle kanten wordt geprobeerd om er toch verandering aan te brengen, zodat we hier in Salland rustig kunnen blijven recreëren, wonen en werken. Daar gaan wij inderdaad maximaal voor strijden. Meneer Hadriaan van Es, hartelijk dank. Graag gedaan. De vliegtuigen worden klaargemaakt voor het opstijgen en u bent bezig met... Dit is een vliegtuig wat straks gebruikt gaat worden door mensen die nog geen volledige bevoegdheid hebben. Dus geen zweefvliegbewijs, glider pilot license zoals we dat noemen. En die mogen dus alleen vliegen met een vliegtuig wat geïnspecteerd is en goed bevonden door iemand die daar wel de bevoegdheid voor heeft. Ik ga dus nu eerst de batterijen erin zetten. Ik ga even de administratie bekijken of dat helemaal in orde is. Dan loop ik even helemaal om de kist heen. Inspecteer hem dus op de punten die wij noodzakelijk vinden dat die gecontroleerd worden. Salland Ground, Sierra Whiskey voor de radio check. Sierra Whiskey, Sierra Quebec, Radio 5. Thank you. En dan ga ik daar direct mee vliegen. We zien het graag. Helemaal goed. Start.